Ik was toen de eerste keer, toen dacht ik dat er iets mis was aan mijn lul, dat ik een SOA had, ging het helemaal... Ja! Weet je wat? Ik opzoeken. I feel you, man. Ja, ik opzoeken. Ik krijg geen sperma aan mijn lul. De zon, die komt op. Hier in de Minecraft Survival van Cheese Games. En er staan drie grote faggots achter me. Ik ben hier vandaag, dames en heren, jongens en meisjes. Samen met... Hey, Zed! Hallo! En samen met Togan. En samen met Alex. Yo, jongens. Alex! Ah! Hun kanalen staan lekker in de beschrijving. Met Joey! Met Joey bedoel ik. Oh, godver. En op de volgende aflevering van de Minecraft Survival hebben jullie super veel duimpjes omhoog gedaan. Dus doe vandaag zeker weten weer dat duimpje omhoog. En dan maak je mij super blij. En laten we gewoon met z'n allen wederom die 500 likes erop knallen. En jongens, hoe is het met jullie? Ja, goed met jou? Ja, met mij is het helemaal goed, dus laten we voorzichtig hier omlaag gaan. Trouwens, er stonden niet genoeg comments van, hey, ik wil op de Tower of Fame. Dus wil jij op de Tower of Fame en wil jij hier ook een dikke shout-out krijgen? Doe dan een like op deze video en laat een leuke comment achter. En wat wij deze aflevering gaan doen, we gaan natuurlijk weer lekker praten over de gekste onderwerpen die jullie hebben achtergelaten via mijn Twitter en Tease Games. En wij gaan deze aflevering niet minen, maar we gaan een beetje resources verzamelen gewoon hier op het vlakke land, om het zo maar te zeggen. En we gaan gewoon een beetje eten verzamelen. Dus ja, welke kant zullen we opgaan? Daarheen of daarheen? Weet ja, je wat? Maar daarheen. Ik doe kop of munt, ja? Oké. ik heb hier, dit is volgens mij munt en dit is kop. Oké. Daar gaan we hoor, daar gaan we. Ik weet niet hoe dit moet, maar dat zal wel. Ik weet niet wat Joey aan het doen is. Oké. Ik weet niet hoe dit moet. Ik doe maar iets of zo. Wat de fuck doe je? Je moet het zo opgooien. Dit is, hij viel zo met deze kant, dus dat is munt. Oké, en munt is rechts, zeg ik nu. Nee, dat is links. Links ziet er leuk. Wow. Ja, inderdaad. Links heb je die bergen. Ja, links hebben we die bergen, dus dat is veel leuker. En ik zie allemaal bloemetjes en die kunnen we dan aan elkaar geven. En dan kunnen we lekker bloemseks hebben of zo. Ja. Echt. Dat klinkt best maar goed, nice. We gaan het over het eerste onderwerp hebben. En dat is de slechtste opnameervaring of meest awkward opnameervaring die jullie hebben gehad. Vertel, ja. Wie gaat als eerst? Ja, ik. Oké, vertel maar. Nou, dat was echt heel awkward. Ik had zo'n tijd met mijn vorige kanaal dat ik alleen maar met OBS opnam. En dan ging ik per ongeluk live. En toen was ik een Minecraft Survival van 35 minuten. Toen was ik de hele tijd live. En ik had allemaal rare dingen te doen. Hey, Togan, kom je ook, jongen? Oh, shit. Oeps. Oh, ja, wat kan je met deze beesten? Oh, oké, laat me maar niet uitpraten. Ja, ik voel me ja, niks. Gaan we lekker praten. Ja, ik was dus aan het opnemen en ik deed allemaal rare dingen tijdens die opname die ik er eigenlijk wel uitknippen, maar dat hadden mensen allemaal live gezien. Ja, maar dat had ik ook laatst met mijn karaoke party, maar het leuke van Twitch streams is dat je het naar YouTube kan uploaden en vanuit YouTube kan je het gewoon heel makkelijk uploaden. En trouwens, jullie zien ook, het beeld is heel smooth en dat komt omdat ik nou 60 fps... Oh, ik zie een konijn! Wie killed hem? Niet killen, die zijn kinky. Ja, die zijn lekker kinky, maar we willen ze wel hebben. Ja, Oké, ik steek hem neer. Fuck, wow, hij is fucking shit. Oh, ik kreeg er helemaal geen eten van. Oh, lekker. Oké, hier is er nog een konijn. Oké, Nathan, naar jou de eer. Dankjewel. Ja. Ja, maak hem dood. Lekker. Fuck hem. Holy shit, die konijn. Dingen zijn oh my god, snel. Die dingen zijn fucking snel. Holy shit. Ik weet trouwens niet waar we naartoe gaan. Ik doe gewoon voor de zekerheid even hier de coördinaten, zodat we in ieder geval ooit misschien terug kunnen komen. Maar goed, ja, mijn slechtste opnameervaring is... ja, eigenlijk ook zoiets als Joey had. Maar ja, dat is gewoon met die karaoke party laatst. En dat weten jullie allemaal. En ik zie hier koeien. Yes, koeien. Kom maar hier. Oké, wie doet die andere? Er zit daar een koe op de boom. Ik voel het in een... Dit is echt een milf van een koe. Ik bedoel, ja, nee, kijk. Kut. Joey vindt het helemaal moeilijk om een koe te killen. Ja, ik ben MLG een koe killen. Maar goed, mijn meest awkward... Of ja, mijn meest kutte opname is eigenlijk wel Tease versus Gio. Want elke keer als ik met Gio opneem, dan gaat het minimaal 20 miljoen keer fout. Zo, ja. Ja, dus dat laat Gio nooit in de opname. Ik zeg altijd, ja, dat moet je erin laten. Oh, daar is trouwens gewoon een Minecraft-wereld. We zijn gewoon overgestoken. Wat, serieus? What the fuck? Oh my god. Maar we gaan daar naartoe, want ik zie daar koeien. Ja, okay. Dat is eigenlijk mijn slechtste opnameervaring. Togan, heb jij ook een slechte opnameervaring? Ja, zeker. En dat heb ik wel vaker, want ik heb zo'n klein zusje, zoals jullie misschien weten. En dan ben ik serieus aan het opnemen en dan komt ze mijn kamer binnen en begint ze opeens met schreeuwen. Dus moet je het voorstellen. En dan neem ik weer daarna meteen op en dan komt ze weer. En dan ging het gewoon een uurtje door. Maar hoe oud is jouw zusje? 4 jaar op dit moment. Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat ze veel... Hé, wat ga je me slaan, hè, Joey? Ja, sorry. Godverdomme.
Oké, zien we geen andere... Oh, wacht, ik heb hier een bloemetje. Oké. Hier, Togan, alsjeblieft. Een bloem. Oh. Oké, ik hoop dat je er geil voor wordt of zo. Oké, dat is inderdaad een hele slechte opnameervaring. En Nathan, heb jij ook een slechte opnameervaring gehad? Ja, het gebeurt echt fucking veel, maar echt fucking veel zo. Als ik thuis ben en ik record meestal in de avond, gewoon omdat ik dan meer inspiratie heb of zo, dan stofzuigt mijn mama wel eens. Maar welke moeder ligt nou s'avonds te stofzuigen? Als ik dan mijn headset aan heb, dan hoor ik niet dat mijn mama aan het stofzuigen is. Dus dan record ik gewoon een opname. Volledig. En dan begin ik te editen, smijt ik de audio in Vegas, alles in Vegas, en hoor ik ze echt op de achtergrond. Holy shit, load of beest hier. Dat lijkt me echt zo shit, jongen, weet je wel. Ja, dat is echt zo'n moment. En dan denk je van, ja, nu even lekker chill editen, een beetje muziek. Smijt je alles lekker in Vegas. En dan luister je zo voor de allereerste keer naar het geluid. Dat was echt vanaf het begin. Ja, maar dan kan je er ook niet echt makkelijk uit editen of zo, hè? Ja, als je stille stukjes hebt, kan je dat er wel uit. Eindigt hier de wereld al? You serious, mate? Oh my god, waar zijn jullie? Ik voel me alleen. Joey, ik zie je naam. Wacht, we komen wel even terug. Oh ja, ik zie jullie ook. Togan, kom je wel? Oh ja, oké. Ja, ik zie jullie. Waarom zijn de bomen hier in de helft? Ja, dat is een beetje. What the fuck? Zo van, deze boom gaat even half groeien. Hier hangen ook eventjes een paar random leaves. Oh, trouwens, Illuminati. Het wordt bijna nacht. Hebben we allemaal genoeg food en hebben we zwaarden en alles? Ja. Ja. Oh, ja. Ik zie daar een kip. Oh, hier, ja. Hier is die. Oh, er hier zijn nog meer kippen. Oké. Hey, ik wil eten. Kippie. Kom maar. Oké. Weet je, escape sea kip. Maar we moeten dadelijk denk ik ook even een tijdelijke base bouwen met een beetje furnace of zo. Hey, daar is desert. Desert? Wacht. Oh ja, ik zie desert. Waar ben jij? Ik sta hier op een boom. Laat mij niet alleen. Ik zie nou ook desert. Ja, ik ook. Nee, wacht hoor. Oh nee, ja, ik zie jullie. Die zie je me? Hier zo. Ja, ik zie daar. Daar. Oké, dan gaan we daarheen. Wacht even daar. Ja, is goed. Want wij zagen zo'n klein zandeilandje. Ja, echt. Ja. Oké, ik ga even naar boven. Ja, kijk. Wacht, ik ben nu boven op die berg. Oké, nee. Kijk Tolgan, daar. Wow, nee! Sorry. Ik zie geen desert. Ja, jawel. Volg je hem even? Ja, ik heb mijn chunks niet zo ver staan, zodat ik lekker 60 fps kan opnemen. Oh, daar zie ik een koe. Oh, en ik zie daar achterop een koe. Oh my god, ja, het is zo verleidelijk om die dieren te killen. Oh my god. Kom maar hier, koe. Sorry, het spijt me zeer. Okay. Zijn jullie nog mee? Ja, jongens, wacht even. Ik ben even de koeien aan het killen hier. Nou, lekker. Want eten is echt heel belangrijk. Het is belangrijker als diamonds op dit moment. Zo. Oh, shit. Dus ja, heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Oh, Joey! Ja? Ik ben geen koe. Zou je wel zeggen. Oké. Volgens mij hebben we dan iedereen gehad met zijn awkward opname ervaringen. Oké, dan gaan we door. Favoriete schoolvakken hou ik eventjes voor het laatste. Want ja, misschien is dat niet zo leuk om het over te hebben. Mijn is in ieder geval gym. Oké, dan gaan we het nu een beetje hebben over eigenlijk een 18-plus onderwerp. Maar ja, dat boeit allemaal niet. We gaan het hebben over de porno-leeftijd die steeds jonger wordt van een gemiddelde kijker die porno kijkt. Dus er zijn steeds meer jonge kinderen die porno kijken en het begint te regenen. Dat zet ik uit, want ik haat regen. Oh, Ties, je mag niet cheaten. Ja. Ik wacht, cheaten. Oh, Is dit je desert? Ja. Oh man. Wauw, man. Nee, het leek. Jongens, laten we even gaan zwemmen dan. Ja, oké. Nu zijn we inderdaad cool en nat. Oké, gat. Oh my god. Het leek echt desert. Ik zag dit bergje en ik dacht, ja man, desert. Oh ja, desert. Wat is er mis met deze bion? Wat vinden jullie ervan dat de porno-leeftijd de gemiddelde kijker steeds jonger is? Ja, ik vind het gewoon best wel chill. Oh my fucking god. Op hun negende leeftijd, als ze niet vruchtbaar zijn, dan weten ze gewoon, ja, voor later. Ja, oh my god, Ties, kijk naar rechts. Wow. Is daar gewoon een Minecraft Survival huis? Ja. Echt? Oh ja, ik zie het! Wow. We zijn gewoon dikke cirkel liggen lopen hier. Maar jongens, het wordt nacht. Dit is even minder. Kut situatie hier ook. Oké, we gaan gewoon door. Fuck die monsters, weet je wel. We zijn toch dicht bij huis, dus wat kan er in principe fout gaan? Nou, alles. Zullen hier paden zijn?
ook zie, laten we er achterheen gaan. Volgens mij zijn daar hoge bomen. Oké. Maar ja, ik vind het persoonlijk dat die leeftijd steeds jonger wordt. Ik vind het niet echt, weet je wel. Ik vind het niet echt kunnen, weet je wel. Ik bedoel, er zijn zoveel kinderen van 11 of 10 jaar die nou al gewoon, ja... S'avonds in bed aan een kleine rol aan het zijn. Ja, toen ik het deed, vanaf mijn 13e of 12e of zo, toen voelde ik het al heel wat. Ja, toen dacht ik dat de enige wacht en wow. Ja, dat is zo. Er is een bloem was. En toen durfde ik het niet te zeggen, maar nu in de klas, ja, wanneer ga je fappen, wanneer doe je dat? Ja, ja ook een Skype call gewoon, weet ja, je wel. Ja, echt, en wanneer ga jij fappen of ik ga even fappen, be right back. Fucking bro. Oh, daarachter zijn voor die hoge bomen. Dat is ook die biome waar jij in zit, Nathan, met jouw Minecraft Survival. Ja, die vier, ah ja, die vier dubbele, ja. Oké, okay, jongens, niet jullie verdwalen. Toen? Ja, ik was 12 of 13 of zo. Ja, cool. Maar je ziet nou echt steeds meer mensen van 11, 10. Ja, dat is wel zo. Die dan ja, echt... maar er is echt wel één iets kuts. Ik bedoel, no offense naar Jip, maar hij zit soms in calls. Ja, dan denk je van... Ja, echt, hè? Hoe oud was hij ook alweer? Wat? Ja, no offense naar Jip. Jip is gewoon een toffe gozer. Alleen, ja, hij is wat aan de jonge kant. En dan denk je soms van... Ja, oké. Leuk, man. Ja, echt. Er is één iets gewoon heel belangrijk. En dat is het feit dat ik zo kut vind dat kleine kinderen er vroeger naar beginnen kijken... Hoe vroeger je eraan begint, dat ze echt al snel gaan denken dat het echt zo is. Hoe minder amuserend de seks ook is. Ja, want er is ook heel vaak, dan heb je wel zo van... Dat mensen dan, als ze de eerste keer seks hebben, dat het enorm tegenvalt, weet je wel. Omdat ze omdat ze dan echt iets groots verwachten. Omdat ze dan zo'n Pornhub kwaliteit seks verwachten. Ja. Kijk, hier is een huge cave. Zullen we daar ingaan of zullen we dat overhalen voor een andere keer? Ik stel voor... Oh my god, Nathan! Holy shit, je hebt zoveel geluk, Jeroen! Ja, nee, het was... Ik stond daar op dat brugje, okay, maar ik... Oké, gaan we naar beneden? Ja, dan gaan we toch maar allemaal naar beneden. Nee! Holy shit! Maar, ik deed ongeveer om mijn 13 of zo de eerste keer. Ja, ik denk dat dat gewoon echt de standaard leeftijd is. Dat de meeste kinderen... Ik was 11, jongens. Nee, ik was 11. Ja, was je 11? Ja, dat weet ik wel zeker. Zo. Ja, maar er zijn ook gewoon baby's, weet je wel, die dan gewoon zonder dat ze doorhebben zitten ze in hun eerste jaar al aan hun penis te krabben of zo, weet je wel. Maar nu even serieus, was jullie eerste keer porno ook jullie allereerste keer aan je fappen? Nee, of? Nee. Ja, klopt niet. Eerst ging ik altijd op zo'n sekswoordenboek site kijken. Sekswoordenboek site? Ja, en dan kon je zo zien. Ja, je moet arts en een naar beneden waarop. Nee! Joey! Nee. Kom op, je kan het! Faggot. Eet! Vergeet niet te eten! Eet is heel belangrijk! Eet! Maar mijn eten is al vol. Black guy! Je gaat niet dood als het goed is. Als het goed is, ga je niet dood van. Nee. Yes. Ja, yeah. Oké, even uitkijken voor Joey. Oké, maar dus over dat, toen ging ik dus kijken, dan moest je een opwaartse en een neerwaartse beweging maken. En toen dacht ik dat ik het fout deed omdat er niks uitkwam, maar toen was ik gewoon... Wauw. En zo begon ik ermee. Oh my god. Zo... Oh, wow. Ik ga dit dichtmaken. Ja, maar ik ook. Ik die lava voor je tering, jongen. Holy shit. Ik heb zo ook verhalen gehoord van jongens uit mijn klas die, ja, bij mij was het niet het geval, die fapten voor ze konden klaarkomen. Ja, dat ja, heb dat, ik... Dat heeft iedereen wel, denk ik. Ja nee, de allereerste keer dat ik fapte, kwam ik ook echt klaar. Dus ik kan me dan ook niet inbeelden, als je het dan niet hebt, wanneer stop je dan? Nee, hoe oud was je dan? Ja, ook 13, gewoon 12, 13. Oh, ja, dat is gewoon... Maar ik was toen de eerste keer, toen dacht ik dat er iets mis was aan mijn lul, dat ik het zo had, ging het helemaal... Weet je wat? Opzoeken. You, ja, ik opzoeken. Ik krijg geen sperma uit de lucht. En toen dacht ik, ging ik helemaal voor rust. Maar toen las ik. Ties, als je had gerecord van mijn scherm, er is net een inktvis uit de lucht gevallen. Nou, dat zie ik ook elke dag, weet je wel. What the fuck? Zijn het vleermuizen? Kijk, er is hier een inktvis. Ja, dat zijn vleermuizen. What the fuck? The fuck? Oh, er is ook één doodgeflikkerd hier, want ik zie hier inktseks. Hé, hey, we kunnen hier denk ik gewoon weer uit de cave. Denk ik. Wat een kutgeluid maakt die beestje. Oh ja, en hier splitst die echt zo dief. Ja, hier splitst die gewoon in drie gangen. We kunnen ons beter gewoon weer naar boven zetten, denk ik. Ja, deze cave houden we nog wel voor een andere keer over. Ik heb wel nog... Hebben jullie genoeg bloks om... Ik heb... Ik denk dat ik nog even ga bij... Nee. Weet je wat? Laten we maar gewoon omhoog graven. Kom maar, volg mij maar. Ik heb 3 stacks, jongens.
Oh. Ja, ik heb ook fucking veel. Oh ik, ja, geef mij dan ook maar wat. Irtis, ik drop wel. Oké, maar ja, ik vind het persoonlijk niet echt gepast dat de gemiddelde kijkersleeftijd daarvan een beetje sterk omlaag gaat. Ja, maar, dan gaan bedoel, we... Ja, nu eigenlijk kom je er toch wel wat sneller in aanraking mee, omdat bijvoorbeeld je broer doet het. Ja, maar ik bedoel, je hoeft maar een video van Miley Cyrus te kijken en je komt er al indirect mee aan. Ja, want die twerken al en dat was eigenlijk, ik ben nu 15, dus 4 jaar geleden was het nog echt niet zo dat er... Hey, jongens, hak even een beetje van dit hout. Ik zie het trouwens allemaal babykonijnen, what the fuck? Nee, ja, want als mijn ouders erover praten, zeggen ze ook, ja, in onze kindertijd, als er een blote bil was... Op televisie was het direct al van je gaat niet meer kijken naar televisie en best toepasselijk dat Ties nu het achievement Getting Wood krijgt. Ja, ik heb een chat uitstaan. Ja, ben ik dan al dood? Is dit de eerste keer dat ik hier hout hak? What the fuck, oké. Nou, hakken jullie ook altijd zo'n boom dat je eerst dan een trap omhoog maakt en dan ga je vanuit daar... Nee, oké, dat bleek je enigszins waarschijnlijk. Oké, nou hebben we nu een heel leuk onderwerp en dat is droomvrouw. Jongens, wat is jullie droomvrouw? Ah. Ariana Grande! Ja, kijk, even no hate. Je kan zeggen Ariana Grande, ze is wel hot en zo. Maar ze heeft toch niet echt lichaam? Ja, maar ik bedoel, ik weet niet of lichaam alles is hoor. Nee, ja. Nee, maar het is wel iets. Ik bedoel, ik hoef echt geen tieten van hier tot mega Tokio. Ja, want dat is dan ook weer overdreven. Zoals bijvoorbeeld... Ja, van die pornosterren die dan van die neppe tieten. Ik vind de meeste pornosterren niet mooi. Nee, maar ik zou hem wel doen. Ja, ik ook. Nee, ja, maar wie ik echt lekker vind, die van, maar ik kan niet even niet op haar naam komen, die van Transformers, van de eerste Transformers. Oh, Jamie Foxx. Ja, oh my god. Oké, jongens, we hebben genoeg hout, laten we doorgaan. Megan Fox. Oh ja, die ken ik wel. Oh nee, Megan Fox, dat is echt nou een chip. Die ken ik van PewDiePie, jongen. Ja. Megan Fox, toen hier in de horror game. Oh, kut. Ja, of PewDiePie, zijn vriendin is ook wel lekker, maar die moet gewoon iets aan haar stem laten doen. Ja, echt, het lijkt net of ze de hele tijd... Hey guys! Hey guys, PewDiePie! Ja, maar nee, ze heeft iets met haar neus, hè, dat die altijd zo dicht zit. En ze heeft ook dat als ze geamuseerd of opwindend is, weet je wel, dan heeft ze die stem. En ze heeft haar normale stem als ze zich... Ik keek laatst zo'n video van haar. Maar goed, droomvrouw is bij mij blond, niet te overdreven neplijf. En jullie... Maar nu de vraag. Vallen jullie op oudere meisjes of jongere meisjes? Ja, ik eigenlijk... Ik licht eraan. Mijn leeftijd gewoon. Ja, ik echt ouder. Echt ouder. Ja, maar de oudere meisjes is dan... niet op jou zeker. Ja, het probleem is dan oudere meisjes vallen op oudere jongens. Ja. Dus... Ja, het is gewoon altijd zo bijna. Kom hier omhoog in die bomen, jongens. Dan gaan we over de bomen free jumpen of zoiets. Oké, waar zijn jullie? Ik zie jullie niet eens meer. Oh, ja, achterin. Oh, oké, mooi. Oké, Assassin's Creed skills, let's go. Hop, meow. Hop, meow. Oh, meow. Oh. Waarom zijn er eigenlijk bomen bij elkaar? Wat zei je? Er zijn echt best wel veel bomen bij elkaar die op elkaar staan. Ik snap alleen die grote paddenstoelen niet, nee. Hebben jullie die nieuwe Minecraft ding gezien, die Minecraft storyline shit, op Twitter? Nee man. Er komt zo'n nieuwe Minecraft spel uit, en dan dat Minecraft hele storyline shit deed. Dat is wel nice. Dat je het zo net zoals GTA kan uitspelen ofzo. Yeah. Ja, inderdaad. Maar nou, moet je dan zo'n map downloaden ofzo? I don't know, het stond gewoon, het was een teaser, gewoon foto Minecraft storyline, ja. I don't know. Fucking nice. Cool. Ja, inderdaad. Dat lijkt me best cool, dan ga ik dat gewoon onze serie doen, denk ik. Holy shit, hier heb je swamp. Oh, swamp! Yes, slimes! Oh nee, wacht, die spawnen alleen s'nachts, toch? En die spawnen alleen op vlakken. Oké, let's go! En vlakken delen. Wow. Wow! Ja, What the fuck, Joey? Jongens, zien jullie er ook een penis in? Ja, inderdaad, ik zie Wat? Wauw. Dat zit, wauw man, dat zie ik altijd. Wauw. Oké, Ze doen, ik kan dit niet laten. Niet zoveel hele, wat ga je doen? Deze kleine konijnen neuken, dat ga ik in ieder geval. Zo, hij heeft de eikel. Tease, you little wanker. Ik weet niet wat Joey aan doen. Oh, fuck zijn jullie, oh daar. Okay. Maar goed, dan hebben we nog één onderwerp en dat is geband worden van FIFA. Zoals sommigen van jullie weten, Gio is geband van FIFA omdat hij te veel coins heeft gekocht en gekregen. Dus nu is hij zijn hele team en al zijn stads kwijt. En ja, wij vinden dat eigenlijk best wel leuk omdat hij de hele tijd ligt op te scheppen over zijn team en zijn stads. Ja. Dus Gio, als je dit kijkt, waar ik niet van uitga, want ik neem niet aan dat je 20 minuten lang naar ons ligt te kijken. Anders ben je best wel gay.
Nee, grapje. Ja, nee. hij kijkt de video waarschijnlijk. Maar wat vinden jullie daarvan dat EA dat soort dingen doet? Ja, dat vind ik best wel nice. Want dan, ja, je koopt dat spel sowieso al. En dan krijg je 2-3 waarschuwingen. En dan kan je een heel groot deel van het spel niet meer spelen. Omdat je coins koopt. Ik bedoel, investeert. Dat is juist het leuke. Gewoon dingen erin investeren. Ja dat klopt wel. Maar het is vals spelen, ja. Ja, het is hoe je het bekijkt. Ja, maar dat is net zoals bij Habbo credits kopen, weet je wel. Ja. Nee, je kan... Nee. Oh, allemaal dieren, jongens. Bij FIFA zelf kan je ook een soort van coins kopen. Dat zijn FIFA points. Alleen die zijn 10 keer zo duur. Maar EA wil niet dat ze daar geld op gaan verliezen. Dus daarom... Je zijn dieren. Ik weet niet waar jullie zijn. Ja, ik heb hier echt fucking veel dieren. Oh ja, ik hier ook. Oh, en kijk al die sugarcanes. Ja, zo, Jezus Christus, wat zijn er? Dames en heren, jullie zitten nou al een beetje, voor de mensen die dit nog kijken, jullie zitten nou een beetje naar de smooth beelden te kijken. Laat even in de comments achter wat jullie ervan vinden, ik ben best wel benieuwd. Ik vind wel dat EA een beetje gelijk heeft, weet je waarom? Als iedereen op een gegeven moment FIFA coins voor heel goedkoop kan kopen, dan is het helemaal niets meer waard. Weet je, ze moeten wel gewoon blij zijn dat ze überhaupt spelers hebben, weet je wel. Iedereen komt naar FIFA voor Ultimate Team, niet voor een fucking aftrap of zo, weet je wel. Klopt. Nou, carrière zonder carrière diehards, er zijn echt verschillende spelers. Er zijn ook co-ops en je hebt heel veel... Ik zie pumpkins. Ja, ik zag ze net ook. Die maar kan je ook op je hoofd doen. Ik zie ze ook. Trouwens, volgens mij zit hem nu echt super ver van het huis af. Ja. Ja, Jezus Christus. Maar ja, dat doen we buiten de opnames nog terug. Kenka! Maar ja, aan de ene kant vind ik het wel eerlijk dat ze doen, weet je wel. Want ik snap het wel, hun willen ook wat verdienen aan hun spel. Maar dat doen ze sowieso al, inderdaad. Ja, precies. Alleen, ja, weet je, het is ook wel gewoon, ze moeten blij zijn dat ze spelers hebben. Ze moeten blij zijn dat ze YouTubers hebben die hun spel zo groot promoten. Ze zijn eigenlijk teringdom dat ze Gio hebben liggen bannen. Als ze nou wisten dat Gio zoveel abonnees had, dan zouden ze echt niet doen, geloof me. Ja. Maar Road to Show hebben ze ook gewoon geband. En Kees zei ook allemaal. Ja, maar moeten ze juist niet bannen. Dat zijn gewoon bots. En ja, eigenlijk is het gewoon het domste wat ze kunnen doen dat, om hun te bannen. Ja, inderdaad. Hoeveel mensen, als je zou kunnen checken, hoeveel mensen... Uiteindelijk zullen ze er meer aan verdienen als KSI en Road to Show gewoon meer FIFA laten uploaden. Ja, inderdaad. Ja, maar goed, ik zie daar nog een varken en dan zullen we daarna de aflevering gaan afsluiten. Hebben jullie nog meningen over de onderwerpen of nog iets eraan toe te voegen? Nee, eigenlijk niet. Nee. We hebben eigenlijk alles al besproken, denk ik. Ja, klopt. Ja, dan hadden we ook nog favoriete schoolvakken. Mijn is gym en die van jullie. Knutselen. Vakantie. Knutselen. Ja, ICT, vakantie. Ja, hey. Is toch ook... Hey. Dat is ook wel een vak. Oké, dames en heren, ik bedank jullie allemaal hartstikke even voor het kijken naar deze aflevering van de Microsoft. Ik ben hier alleen nog maar met Joey, ik weet niet waar de rest naartoe is. Ja, echt hè. Holy shit. Ik ben bij Tolgan. Ja, ik ben bij Nathan. Nou, ik zie jullie in ieder geval niet. Maar mensen, hopelijk vonden jullie deze aflevering leuk. Vergeet vooral niet dat duimpje omhoog te doen. En hebben jullie leuke onderwerpen? Laat ze dan lekker achter in de comments. En misschien zie ik jullie de volgende keer wel weer. Ik vond het hele chille opnames waarschijnlijk een van de chillste die ik tot nu toe van Minecraft Survival heb gehad. Dus misschien zien jullie deze mensen waarschijnlijk nog wel terug. En dan zie ik jullie allemaal de volgende keer in een nieuwe video. Check de linkjes in de beschrijving. En dan zeg ik later. Later! Who the fuck did this?